Je hebt vast en zeker een slechte conversie en slechte sales. Maar ik heb voor jou de oplossing. Tegenwoordig zien we heel vaak dat heel veel mensen listings online hebben staan op bol.com. Dat is echt de presentatie, het plaatje naar de klant toe. En daaruit gaan mensen dus beslissen of iets te gaan kopen, ja of nee. Maar dit is juist het lastige onderdeel van ondernemen op bol.com. Want ja, hoe moet je mensen overhalen, tussen haakjes overhalen, hoe moet je de marketing goed aanpakken om ervoor te zorgen dat je goede sales behaalt? En waarschijnlijk heb jij een slechte conversie en weinig sales. En wat kan je hier aan doen? In deze video ga ik je uitleggen een aantal hele leuke tips waar jij iets mee kan gaan doen direct om betere sales te gaan behalen en om die klantenjourney, die klantenreis te verduidelijken en te verbeteren. Tip nummer 1. De eerste impressie is heel erg belangrijk. Waarom? Een aandachtspanne van een mens is heel erg kort. En binnen een paar seconden beslist iemand al of die het iets interessants vindt, ja of nee. En op internet klikken ook heel vaak heel snel weg. Dus wat als jij een minder interessant product ziet op bol.com met niet zo mooie foto's en een oninteressante tekst. Dan swap je meteen weg en dan ga je meteen naar iets anders toe op bol.com. En dit is het meest belangrijke om in ieder geval voor te zorgen dat mensen geïnteresseerd raken in jouw producten. Maar ja, hoe ga je hiermee om? Ik laat je hier een screenshot in het scherm zien. Wat dus eigenlijk belangrijk is om die eerste impressie goed te tonen en om meer kliks te krijgen en om meer engagement te krijgen op je listing. Eén deel daarvan is je titel. Zorg ervoor dat je duidelijk in je titel hebt staan wat het product is, wat voor type of versie het is, wat voor merk het is en natuurlijk wat is het product. Heeft het bepaalde afmetingen, heeft het een bepaald type, in ieder geval informatie dat de klant weet, oké, dit is wat ik wil. Laten we zeggen, ik heb niet veel verstand van camera's, maar laten we zeggen, jij verkoopt een camera op bol.com. Als jij het merk er niet bij zet en hoeveel HD is dat scherm, hoeveel pixels, wat is de opnames, wat is nu de kwaliteit van die camera. Mensen die, ik weet er helemaal niks vanaf, maar mensen die camera's willen kopen, bijvoorbeeld cameraman of mensen die heel graag filmen of foto's maken, die weten wat ze willen. En als jij duidelijk in jouw titel al neerzet wat het is, wat het kan, wat voor type het is en wat voor model het is, dan is het voor de mensen duidelijk en dan zal je daarop ook natuurlijk een betere beslissing krijgen en vaak meer kliks. Niet per se meer kliks, maar voornamelijk gerichte mensen die op zoek zijn naar het product wat jij verkoopt. En dan gaan ze klikken. Het tweede wat je ziet, en dat is iets wat heel erg belangrijk is, is de reviews. Als jij geen reviews hebt, dus 0 sterren, of een paar reviews hebt, met misschien 2-3 sterren, dan ga je gewoon heel weinig sales krijgen, want je hebt niet veel social proof. En helemaal als je onder een 4 hebt met sterren, dan gaan mensen toch vaak denken van, is het wel goed? Nou, wij mensen zijn kuddedieren, dus wat willen wij? Wij willen natuurlijk een product kopen met mensen die er tevreden over zijn. Dus minimaal, wat het beste is, een 4,5 uit een 5 of hoger. Heb jij dit, dan ga je er ook voor zorgen dat je meer sales behaalt. Hier zijn natuurlijk, organisch natuurlijk, moet je reviews krijgen, maar hier zijn ook een paar trucjes voor om meer reviews te krijgen. Alleen, bol.com is er niet zo'n fan van. Het liefst wil bol.com dat het allemaal eerlijk gaat, dat je geen trucjes gebruikt om dus reviews te krijgen. Dus daarom ga ik in de toekomst ook op mijn Instagram en mijn Facebook training over geven hoe je dus het beste reviews kan krijgen, sneller kan krijgen en goed kan krijgen op een goede manier. Dus bij deze gezegd, check me ook ondertussen eventjes op mijn Facebook, Bram Raamakers, of mijn Instagram, Bram_Raamakers. En dan zal ik nog heel veel tips geven over bol.com en hoe jij je listings optimaal kan maken voor meer sales en betere conversie. Dan gaan we naar het volgende. En het volgende is heel erg belangrijk. De hoofdafbeelding. Wat is het eerste wat de mensen zien? Wat is er nu eigenlijk zo belangrijk aan je hoofdafbeelding? Nou, heel erg veel. Als jij een interessante hoofdafbeelding hebt, waarom zullen mensen dan gaan klikken? Waarom zullen mensen dan jouw product willen zien als ze toch geen interesse hebben in de foto's? Dus zorg ervoor dat de foto altijd scherp is. Goede kwaliteit, een witte achtergrond en het product zo goed mogelijk beeldvullend op de foto. Dan ga jij ervoor zorgen dat het product duidelijk groot op de pagina staat. Een mooie witte achtergrond is beter voor het algoritme op bol.com en in Google. En ga je dus ook beter interesses opwekken van mensen. Heel erg belangrijk en ga er ook zeker weten mee aan de slag. Niet te veel ditjes en datjes in die foto. Dus dan heb je heel veel losse onderdelen of extra onderdelen van een product. Alleen het hoofdproduct met eventueel, als je een mooie verpakking hebt, een verpakking erbij. Maar anders zou ik alleen een duidelijke foto van het product doen.
vooraanzicht of misschien een beetje een schuin zijaanzicht en dat zit. Meer is niet nodig en dat moet perfect zijn. Het volgende is de prijs. De prijs is iets wat mensen natuurlijk ook meteen naar kijken. Dat is ook iets wat telt. En heb jij een goede prijs, dan zullen mensen ook sneller klikken. Stel je verkoopt een plastic bordje op bol.com en je vraagt €100 voor. Natuurlijk gaat niemand klikken en het kopen. Maar heb je een goede prijs voor je product, wat ook kwaliteit uitstraalt, maar ook gewoon in de goede range zit, in de goede sweet spot zoals ik dat al noem. Ga ook veel testen met je prijs. Dus stel je verkoopt een camera voor €60 en het gemiddelde prijs voor camera's is bijvoorbeeld €400. Dan gaan mensen denken van ja, is misschien wel goedkoop, maar ja, zal die wel slecht zijn. Dus dan ga je meer kijken naar die high-ticket producten van hey, wat heb je die hoge prijzen? Als dat jouw range is in jouw niche, dan ga je kijken van oké, wat heeft het gemiddelde qua verkoopprijs? Wat is het laagste in de categorie aan verkoopprijs? En wat is het hoogste? En daarom ga jij zoeken of jij kan kijken van oké, waar kan ik het meeste aantal kliks krijgen, maar ook de meeste aantal sales. Dus de conversie moet oké zijn. Ga daar een AB testen. Dus test om de week, dus één keer in de twee weken een prijs. Verander die een beetje. En zorg er altijd voor dat je achter de comma 99 cent doet of 97 cent. Heel erg belangrijk en dit is ook iets wat je zeker weten wil toepassen in je listing. Wat ook heel erg belangrijk is, de additionele afbeeldingen. Dat is iets wat je niet meteen ziet, maar wat er wel vaak bij komt. Dus wat je als eerst ziet in de pagina zelf is ook natuurlijk de verzendtijd. Die moet ook zo snel mogelijk zijn. En natuurlijk het merk. Want ja, als het toch merkloos bestaat, is het natuurlijk ook helemaal niks. Dat zorgt ook gewoon voor dat je een brand hebt, een merk hebt, een private label hebt. Want daarin ga je ook zeker weten punten scoren. Want niemand wil een merkloos product kopen. Oké? Dat straalt meteen slechte kwaliteit uit, terwijl het misschien wel een heel goed kwaliteit product is. Maar ja, mensen zijn gewoon eenmaal zo. En niemand wil een merkloos iets kopen. Maar ja, dan klik je erop. En wat is dan het meest belangrijke van alles buitenom dus die eerste impressie, die eerste interesse opwekken bij de klant? Nou, de klant is tevreden, de klant klikt op je listing. Wat heb je dan? Additionele afbeeldingen. En wat zijn de afbeeldingen met lifestyle en sfeerimpressie, informatie over het product, voordelen van het product, wat totaal in het product zit, in de verpakking zit, en natuurlijk de USP's, de Unique Selling Points. Dus jouw unieke verkooppunten, hoe we ook al eens in het Nederlands zeggen. Wat zijn jouw unieke verkooppunten tegenover je concurrenten? Waarom ben jij beter dan de concurrentie? En waarom moeten mensen, bezoekers op bol.com, jouw product kopen en waarom niet ben je een concurrent? Dus stel die vraag ook altijd aan jezelf. Dan ga je ook kijken van oké, hoe kan ik me onderscheiden tegenover de concurrentie? Want dat is business, dat is natuurlijk uniek staan, goed staan in de markt. En dat is ook hoe je je positie sterk kan creëren in het algoritme. Als jij unieke listingen hebt, een unieke uitstraling wat opvalt en mooi is. En ook nog eens een product hebt die een goede unique selling point heeft. Of unique selling points, meervoud, is nog beter. Wat ze ook een reden hebben waarom ze bij jou moeten kopen. Dus stel die camera die heeft een extra lens erbij. En drie extra zoom functies. En die andere camera van de concurrent heeft dat niet. Nou, dan kan je dat heel mooi benoemen in jouw foto's en in jouw beschrijving. En dan heb jij een reden waarom mensen bij jou eerder zullen kopen dan bij die anderen. Want jij hebt die extra lens en die extra zoomfuncties. Dus op die manier moet je de beste dingen van je product altijd naar voren laten komen. Maar dan zijn we er nog niet. Daar heb je ook nog eens de productbeschrijving, het stukje copywriting. Heel veel mensen schrijven hun teksten zelf. En dat is vaak een hele grote fout van beginnende e-commerce ondernemers. Want zelf teksten schrijven is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar iemand die dit voor jou doet, die copywriter is, die echt daarop heeft geoefend, gebestudeerd, die goed, fatsoenlijk Nederlands, of wat voor taal je ook natuurlijk wil, kan schrijven. En ook op een goede verkoopmanier. Dus niet zomaar een tekst schrijven, maar ook van hé, je leest iets. De impressie, de interesse van de mens moet naar voren komen. De pijnpunten moet diegene ook kunnen ervaren, kunnen lezen. En de oplossingen en de voordelen. Dat is heel erg belangrijk en het klinkt nu heel makkelijk hoe ik het zeg, maar ga je dit zelf doen, ga je vaak fouten maken. Waarom? Je bent veel van je eigen tijd kwijt. Jij maakt iets wat iemand anders veel beter kan dan jij. En het is vaak ook nog eens een taak die energie kost. En je wilt veel liever taken uitvoeren die energie opleveren in je business, in plaats van alleen maar energie kost. Dus dat is heel erg belangrijk. Dus zorg er ook gewoon voor dat je eigenlijk het gewoon uitbesteedt en dat je daar niet te veel aandacht hoeft te besteden. Heel veel mensen zeggen van ja, doe het lekker zelf, hè? Kleine moeite tekst schrijven.
Maar door zo'n tekst te optimaliseren op de juiste manier, kan je ook veel meer sales behalen. Dus een eenmalige aankoop van misschien 80 euro of zo, weet ik vooral hoe duur het is. Ligt eraan natuurlijk wat voor copywriter je hebt. Maar ja, dan kan je denken van oké, ik ga die 80 euro besparen. En wat er dan gaat gebeuren is, jij maakt het, jij bent heel veel tijd kwijt. En dat is niet optimaal. Want stel dat je door die beschrijving 2 sales per dag extra zou gaan maken, dus een betere conversie hebt. In een maand tijd is dat 60 sales extra. Nou, dat wil zeggen, jij pakt 20 euro netto per sale. Dan pak je 1200 euro netto per maand meer om één keer toch eventjes een beschrijving te laten aanschaffen. Dat is zo hoe ik het kijk en dat is ondernemen. Dan kan je wel denken van ja, maar Bram, hè, dit is een echte ondernemer. Delegeren, uitbesteden en iemand die er veel beter is dan jij, dat uit laten voeren. En in de korte, maar voornamelijk lange termijn, betere resultaten opleveren. Want nu denk je van oké, cool, ik begrijp het, ik heb tips gekregen. Maar er is nog iets wat veel belangrijker is. En dat is de additionele afbeeldingen. Jouw complete afbeeldingen, je foto's op jouw listing, hè, wat de mensen zien. De foto's is ook een van de enige dingen die de mensen echt kunnen zien van jouw product, naar kunnen kijken. Waarom zijn foto's zo belangrijk? Als jij een mooie set additionele afbeeldingen hebt, met een mooi design, duidelijke tekst erin, goede lifestyle impressie en gewoon een compleet mooi design, dan ga je ook veel meer, en geloof me, dan ga je veel betere conversie pakken. Want dat is wat de mensen zien. En als de mensen een foto zien, dan ze denken van nou, het ziet er een beetje simpel uit. Dan gaan ze weg. Dan heb je wel de eerste klik gehad. De eerste impressie was goed, de interesse is opgewekt. Alleen het is niet dat je ze over de streep hebt gehaald om die aankoop te doen. En als jij je additionele afbeeldingen on point hebt, met een mooi design, ook goed gedesigned naar jouw ideale klant toe. Dus goed kijken wat voor doelgroep het is. Moet je inspelen op mannen, op vrouwen, wat voor leeftijd, wat voor interesses. Ja, dan kan je bepaalde kleuren gebruiken, bepaalde lettertypen. Bepaalde manier van lettertypen en teksten in de foto's is heel veel bij. Nou, en wat zijn dus mooie listings? Ik zal ook hier een beeld laten zien op dit moment. Wat onze nieuwe agency Designeer is, designeer.nl. Want wij hebben namelijk een agency gemaakt met een compleet super tof team met alleen maar Nederlandse en Belgische mensen in. Die fotografie doen, image designing doen en copywriting doen. Dus alles wat jij nodig hebt voor jouw bol.com listing, dat doen wij. En dat doen wij op hoogwaardige kwaliteit. Zoals je nu waarschijnlijk nu ziet, in de site hebben we hele mooie voorbeelden van listings. En dit is iets wat goede conversie oplevert. Een mooi uiterlijk, dus een mooie eerste aanzicht van een foto, van de foto's, moet ik eigenlijk zeggen, meervoud. En ook nog eens dat jij erop inspeelt op mensen de foto's bekijken, alle juiste informatie krijgen, het juiste gevoel bij de foto's krijgen en daardoor hebben van hey, ik moet het kopen, ik moet die sale doen, ik wil bij jou kopen. Want je hebt veel mooiere foto's en veel duidelijkere uitleg dan die ene concurrent. En dat is de kracht van ondernemen op bol.com. Beter zijn dan de concurrentie. En daardoor ga jij winnen. Dus heb je zoiets van, nou, super tof Bram. Ik wil ook mijn beste listing ooit neerzetten. Gebruik deze tips sowieso die ik heb verteld. Maar ga er ook mee aan de slag om het eventueel uit te besteden. Dus je foto's en je teksten. Want dat is eigenlijk heel erg belangrijk dat iemand het doet die er ook echt verstand van heeft. En dan ga je ook winnen van de meeste concurrenten. Dus bij deze, we zijn ook gestart met Agency Designeer. Ik ben er super trots op. Ik heb een hele toffe samenwerking met heel wat leuke mensen in het team. En bij deze gaan wij ervoor zorgen dat wij de beste agency worden van Nederland en omstreken. En wij ervoor gaan zorgen dat jij de beste results ooit gaat krijgen. Dus heb je zoiets van, nou, heel erg leuk, Bram, let's do it. Ik heb voor jou ook een leuke kortingscode. Dus de eerste 50 mensen die aanmelden, die een opdracht willen doen, krijgen ook een leuke kortingscode. Dus daarin ook in de beschrijving het linkje naar onze site, de kortingscode en de eerste 50 aanmeldingen kunnen daarvan profiteren en kunnen er ook voor zorgen dat ze ook sky high gaan met hun conversies en natuurlijk met je sales zelf. Dat is natuurlijk het belangrijkste wat er is. Meer sales maken, meer omzet maken, maar het allerbelangrijkste wat ik altijd zeg, meer winst behalen. En dat is ons doel, dat is jouw doel als bol.com ondernemer. Dus ik zou zeggen, heel veel succes. Ga ervoor, doe deze tips zeker uitvoeren en wij gaan ervoor zorgen samen, ik en jij, om jouw level next level te brengen en om jouw sales sky high te brengen.